dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Dit weekend ga ik een vlog opnemen. Meestal is een vlog van één dag, maar ik doe het gewoon over het algeheel van het hele weekend. Ik ga morgen, dus op de zaterdag, zijn mijn opa en oma 50 jaar getrouwd en ga ik daar naar Bergen op Zoom. Daar is ook het NK wielrennen en daar ga ik op de zondag naartoe. Dus ja, dat ga ik voor jullie filmen. Dus dan zie ik jullie morgen. Goedemorgen allemaal. We gaan zo meteen even de auto inpakken. En dan kunnen we zo meteen vertrekken. Ik ben de auto ondertussen aan het inpakken. Ik heb hier zo'n tas. En ja, ik ga deze even naar de auto toe brengen. En ja, dan... gaan we zo meteen rijden. Nou, we zijn aangekomen. We hebben appartement nummer 70. En ja, we gaan naar binnen. Ja, even op te rijden. Het is echt voor een hotelkamer. Oh ja, niet vergeten de sleutel te halen. Handig. Het is voor een hotelkamer echt... heel erg ruim. We hebben zelfs gewoon een hele woonkamer. Gewoon een tafeltje. Daar een tafeltje. En daar een tafeltje. Een best wel grote tv. Dan hebben we hier hebben we een keukentje. Een klok. Dat is ook altijd handig. Dan hebben we hier slaapkamer 1. Even het licht aan doen. Kijk. Hier slaap ik. En dan moet je natuurlijk... altijd even een beddentest doen, hè? Ja, even een beddentest! Ik denk dat het bed wel goed is, denk ik. Nou, vannacht ga ik erop slapen, dan weet ik het zeker. Dus dat zou ik jullie morgen nog even vertellen. Dan is hier, niet vergeten het licht uit te doen, komen al die muggen. En dan hier, hotel, slaapkamer nummer 2. Ja. Ja, heel mooi. Het is wel echt mooi dat je aparte slaapkamers hebt en zo. En dan hier zo hebben we de badkamer, spiegel, wc, niet te vergeten. En echt hier helemaal in het hoekje een bad. Ja, dat is eigenlijk het hotel. Kamer. Ja, hotelkamer. Zien hoe lekker ik heb geluncht. Zo, goedemorgen iedereen. Ik heb gisteren helaas bij het avondeten heb ik helaas niet kunnen filmen omdat mijn telefoon leeg was. Hij was helemaal leeg, er zat geen 1% meer in. En ja, vanmorgen het beter. En ja, wij gaan nu weg. De hele kamers die zijn helemaal leeg. En ja, we gaan even uitchecken. En dan gaan we naar het NK wielrennen. Let's go. Nou, we zijn gearriveerd bij het NK wielrennen. Er staat hier wel aardig wat wind. Dus ja, ik ben benieuwd of de koers daardoor beïnvloed gaat worden. En ja, we gaan daar zo meteen even naartoe. En dan lopen we richting de finish. Net toen we hier naartoe reden, toen moesten we stukjes over het parcours rijden. En daarbij kwamen we al renners tegen, het hele peloton, de kopgroep van 5 man. En waarbij 2 van Roompot, 1 van Lotto Jumbo. En ja, dus we gaan zo meteen even kijken hoe de koers er op dat moment uitziet. De kopgroep heeft op dit moment ongeveer 6 minuutjes voorsprong. Dus waarschijnlijk wordt dat nog wel dichtgereden. Bij de 4,5 vandaag komt de vijfde man. Hij zit er bijna weer bij. En dan nu applaus, Oscar Riesbeek. De 11 ronde nog terug. Zit bijna weer bij die boeren hier op een sleeptouw nemen. Dan komt 2 hier op dit moment. Gaan we kijken naar 25 afstand van de streets en op 11 ronde te rijden. If you're looking for hope, you are not alone. I can be your guiding light, 'cause I promise
Yeah.
ja, ik zou nog even de uitslag vertellen. Dat was Mathieu van der Poel, die heeft gewonnen. Op nummer 2 staat Danny van Poppel. En op nummer 3 is geworden Ramon Sinkeldam. Die overigens van DTS is heel goed gedaan. Ja, dit was dan de video. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En zie ik jullie bij een volgende video. Later.